En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. We zijn er weer, jongens. We gaan weer naar de Kuip. Feyenoord, wat is het? Willem 2, hè? Willem 2. En we hebben de finale gehaald. Yes, ja. We hebben de finale. Ja. We gaan kijken voor kaarten. Ik kan er niks beloven, want het is voor mij weer een loopje of zo. Hé, hey, joh. Toeteren! Godverdomme! Ja, leuk dit meestal. Dus we gaan kijken of we 2 kaarten kunnen bewachtigen dat Joost en ik er naartoe gaan. Dus, nou, in ieder geval weer. Nu weer een competitiewedstrijd. Feyenoord Willem 2. Dus. Politie, uitmachen! Politie, uitmachen! Uitmachen, snel! Uitmachen, snel! Zo, zo. Staat een kind de hele metrostation bij elkaar te gillen hier, hoor. Nou, daar gaan we weer, hè, jongens, op weg naar de Kuip. Ik hoop dat Bram en Johannes er vandaag wel zijn, denk het wel, hoor. Ja. Ik denk dat ze er vandaag wel zijn. Ja, het is zondag. Ik heb al een tijdje, ik had in de andere vlogs ook al gezegd, al een tijdje niet gevlogd. Maar ja, om nou echt te zeggen van god, het is ontzettend lekker weer om naar buiten te gaan en een video op te nemen. Nee, dat nog niet. We moeten nog eventjes geduld hebben tot het weer wat beter weer is. Ja, volgende maand is april. Dus ik hoop dat volgende maand dat het al wat beter is. En ja, we moeten even kijken of we naar. Naar Brabant kennen, hè? Ja. Naar de Efteling. Ja. Want ja, wat denk je? Heel Brabant onder de corona. Nou ja, er zijn 2 mensen in Brabant die ik het wel gun. Oh ja, die tweet nog. Die voor jullie. Oké, nou, ik spreek jullie. Doei! Zo, jongens, en daar zijn we weer. Hè. We zijn even, eerst even de andere metrolijn gepakt. Hey, godverdomme, waar zitten we nou? Waar zitten we nou ineens? Tussenwater, waar zitten we nou ineens? Ik ga naar buiten. Ik ga weg, Hiro. Godverdomme. Wat doen we nou, Hiro? Even kijken. Oh ja, ik moet even kijken. Even kijken, hoor. Al wel gekreun. Ja, ik hoor daar gekreun, hoor ik. Oh, dan weet ik al wie het is, hè. Dan weet ik al wie het is, hè. Dat ja, dat is Sander, hè. De Sander, hè. Die zal natuurlijk wel weer bezig wezen met die... Nou. Ik heb zo'n gevoel, hè, dat je er niet zo mag. Nee, nee, ja, ik heb zo'n gevoel dat ik ze niet zo mag. Maar ja. Nog een paar minuten. Ja, nog een paar minuten, 8 minuten. Ik stond er net van, je mag niet roken. Nou, ik ga gelijk even checken draaien, want ik heb mijn trek in een peuk. Godverdorie, zeg. Ik heb er net eentje gerookt toen we in de auto bij de Heemraadlaan waren. Maar goed, ik heb gewoon trek in een peuk. Hier heb ik gewoon. Nou, kijk eens. Oh, kijk eens wat mooi. Oh. Oh, wat mooi, die wil ik. Oh, die wil ik. Echt leuk, die wil ik. Daar komt hij, die metrofappert. Daar komt hij, hoor, daar komt hij. Kijk maar uit dat je niet ontspoort. Oh ja. Even zwaaien zo. Hallo. Hallo. Joe. Ja, mijn nieuwe ex. Ja, is mijn nieuwe ex. Mensen kunnen kijken, hè? Dan kunnen ze lang blijven kijken. Waarom sta je nou de hele tijd dat metrostation bij elkaar te gillen? Net bij Heemraadlaan ook al. Nou, dan gaan we hier ook gewoon weer 2 haltes mee en dan gaan we gewoon weer overstappen op de andere. Nou, dat ben je wel erg laat. Ja, dan zijn we wel laat in de Kuip, ja, dat wel. Nou, ze slaat helemaal nergens op, jongens. We gaan weer. Komt die metro nou nog? Want ik wil weg hier, hoor. Ik vind helemaal niks hier, hoor, tussen water. Moet je hier nou? Ik wil hier niet doodgevonden worden. Je wilt hier niet doodgevonden worden. Nou, doei! Oh, ik heb godverdomme heel Nederland gezien. Heel Nederland. Ik heb Rotterdam gezien. En ik heb Tilburg gezien. Ik heb Eindhoven gezien. Ik heb Zutphen gezien. Dieren heb ik gezien. En ik heb Hoogvliet Tussenwater gezien. Nou, we doen niet... Daar ben je klaar mee. Ja, wat ik veel. Kom er allemaal op hetzelfde neer, hè? Nou ja, ik denk, ik kom hier nooit mee, joh. Ja, dat ding, dat steekt aan alle kanten uit. Zijn moeder ook? Ja, dat wou ik net zeggen. Kijk,
Mooi hè? Ja. Ja, kijk, mooi hè? Kijk, mooi hè? Mooi ja. Ja. Heb jij weer gemist? Oh, staat een shake hier. Ja, zei je moeder ook. Zei je moeder ook. Doei. Doei. Politie, uitmachen. Politie, uitmachen. Nee, hij gaat niet open. Hij gaat niet open, Joost. Ook niet uit de klop. Nee. Uitmachen, snel. Nee, hij gaat niet open. Sorry, Joost, jammer. Wel, jammer. Rotterdam. Coronavak. Dennis. Ik schrijf de zeiken. Ik schrijf de zeikers. Het enige mooie wat ze hebben is door de schermen. Dat is het enige. Thank you.
Nee, goed schoppen. Stilburg, Stilburg. Zo. Ja. Stilum 2. Er zit de prutsen achterin. Oh jongen, lul. Waarom nou? Oh!
Staat er wel mijn klauwen? Staat daar mijn telefoon uit mijn klauwen, halve garen? Zegt ze? Staat bijna die telefoon uit mijn klauwen. Staat daar mijn telefoon uit mijn klauwen, echt waar. Lekker fanatiek, hè? Ze zit alweer uit te dagen daar zo. Ze zat alweer uit te dagen daar zo. En die hebben een tweede potje dat ze een rugbeweging te maken. Ja, strafschop. Berghuis. Ah, Berghuis, die maakt hem wel. Die jongen is echt gebrand, hè, de laatste week. Ja, hè, ja, die is echt gretig. Ja, die zien, wil, ja. Nou, daar gaat hij, jongens, daar gaat hij. Kom op! Come on! Zij het toch, Berghuis, je doet het wel. Ja. Inderdaad, ja. Lekker hoor. Kut, jongen, die tweede helft. Hé? Echt een slechte tweede helft. Weet jij wanneer die tweede helft gezet maakt ook? Nee. Is dat begonnen? Ja, volgens mij wel, maar... Ik weet niet wanneer die begonnen is, want... Lijkt het nergens meer op. Nee, het is echt, het is helemaal niks meer. Echt, het gaat er helemaal nergens over. Jongen. Dat kan er nog wel bij.
Weer zo waardeloos, hè? Jagen! Hij. Als je niet kan slapen, dan kun je het wel terugkijken. Ja, ik kan het altijd terugkijken. Binnenkort zie je het op de site, hè. Binnenkort zie je het, hè. Jezus! Dat was een scheidballetje. Ja, wat jongen man, wat op man. Jezus! Ja, fluit hem maar af. Nee, niks meer kijken. Dikke vette kans al. Oh. Ja. Kijk. Tweede. Nou, juist gaat die jongen. Ja. Wat voel je ervan? Wat een kut tweede helft, zeg. Ja. Echt slecht, jongen. Tweede helft is echt weer. Is zo ontzettend slecht, zeg. Ja, daarom heb ik ook maar ongeveer 6-7 minuten van de tweede helft gevuld. Een beetje zon van de eerste helft. De tweede helft was weer zo slecht. Nou, we lopen nou eens een keertje anders. We lopen nou eens een keertje zo. En dan gaan we lijn 2 pakken. Dus. We lopen nou eens even anders, hè, Joost. Ja, even kijken, weer wat anders. Hoewel, kijken dat we de goede hebben. Ik ging een keer met Ramon. Toen pakte ik de metro van de andere kant. Toen kwam ik ergens in IJsselmonde uit. Moeten we even kijken of we de goede kant pakken. En niet dat we ergens in IJsselmonde eindigen. Ja,
Ja, maar dan kunnen we weer helemaal terug. Ja. Dus nou, daar gaan we dan. We lopen over de brug heen. Dan gaan we zo maar even kijken. Tot zo. Oh, kijk, mooi. Nou jongens, we zijn weer in Spijkenisse. We gaan nou lekker naar huis toe. En ja, 5:10. We hebben het toch korter over gedaan. Ja. Dus ja, het was wel weer leuk. Alleen die tweede helft was weer fucking slecht. Oh. Echt, ik ben blij dat dat voorbij is. Ja. Want die tweede helft sloeg echt gewoon helemaal weer nergens op. Maar goed, in ieder geval, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even op It's Ultrax. En abonneer ook even op Typisch Joost. Ja. En dan, ja, dan spreken we jullie wel weer bij een volgende vlog. Hè? Ja. Dus binnenkort weer gaan we weer naar de Efteling. Corona of geen corona. We gaan gewoon. Ja, heb je dat? Oké. Okay. Nou jongens, groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal weer. Hoi!